Sapi, we need to save... Sapi? Thanks for cleaning our cavern, brother. Yum! New Sapi soap costs only $999.99. $60 including for more shield. Buy it now! Thank you very much! Joker Boy, amazing fan art. Thank you so much for sending this to me. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Niet in HD! Nou ja, eigenlijk technisch gezien wel, omdat ik hem render in HD, maar dat maakt niet echt zo veel uit. En geen count, want dat slaat natuurlijk nergens op. Jongens, het is vandaag een speciale dag. Het is 1 april. Nou, heb ik dus geen 1 april grap voor dit jaar klaarstaan, omdat... er is iets waar ik mee bezig ben op het moment wat best wel dichtbij aan zit te komen. Dus dat wil ik eigenlijk nog een beetje in de secret houden. Dus verwacht geen 1 april op mijn kanaal dit jaar. Sorry daarvoor, maar als ik jullie maar kan laten lachen met de video ben ik wel heel erg tevreden. Maar goed, in de vorige aflevering zijn we in Kakariko Village. Hebben we een ton van sidequests van de kaart afgeveegd die we dus zeg maar allemaal gedaan hebben. We hebben een hele vervelende minigame gedaan, noem maar op. En in deze aflevering gaan we verder met het proces van het spel, met de storyline. En dan moeten we dus, zeg maar, richting Zora's River. Ik noem dit eigenlijk liever Groot Waterland, omdat dit is eigenlijk, zeg maar, het... Ja, ik weet dat Lake Hylia eigenlijk meer water heeft dan de weg naar Zora's domein, maar... het maakt niet echt zoveel uit. En volgens mij... Oh boy. Looks like you got bigger and stronger already, JP. Just ahead lies Zora's domain. The Zora serve Hyrule's royal family by protecting this water source. Their door will not open for anyone except those who have some connection with the royal family. Let them hear the melody of the royal family. Dankjewel Noctowl, dat was hele boeiende informatie. Alsof dat we dat nu nog niet door hadden. Maar goed, als het mij niet vergis, in deze... Ja, we hoeven hem niet helemaal weg te zien, toch? Hallo, mag ik weer besturing? Dank je. Als we hier deze boom raken, volgens mij werkt het alleen 's avonds, ik weet het niet zeker. Nee, werkt ook overdag. Zit hier dus een Golden Scotula, heel erg handig. Let wel op, deze is makkelijk te missen, dus daar wil je wel voor uitkijken. Oké, Zora's dorm... De weg naar de Zora's toe kan alleen maar op het moment als je de bommen hebt. Als je de bommen niet hebt, kun je hier nog niet verder. En dan heeft het dus weinig nut om hier dus eigenlijk te staan. En ik vind het rommelig om een paar bommen hier, zeg maar... Of om een paar bolders hier te laten staan. Ik wil alle bolders aan de kant hebben. Navi is weer zwaar irritant en die moet weer lopen te zeuren. Maar er is hier één ding wat ik eerst wil gaan doen. Wat zeker belangrijk is om te doen voordat we verder gaan. Deze doodle hier, die verkoopt magic beans. Magic beans, die kun je zeg maar planten hierin. En op het moment dat je zo... Wacht even, heb ik trouwens... Volgens mij werkt die daar net niet. Ik heb empty bottles, dus... Ik heb nog steeds mijn melk. Die zal ondertussen wel bedorven zijn. Want ik geloof dat die ergens... Onder zo'n steen of zo? Ik moet echt een keertje buggies gaan verzamelen, want je kunt dus zeg maar een bug in een empty bottle, oftewel een insect, en die kun je dan zeg maar hierin laten kruipen en dan komt er een Golden Scotula uit. Maar volgens mij was dit de enige die diegene had, maar dat maakt niet zo blij. Op het moment dat we hier komen willen we dus zeg maar magic beans gaan kopen van deze gast. Magic beans, zoals ik al zei, zijn belangrijk. We willen er iets van 3 of 4 hebben, dus Hoe was een magic beans? Dat zal je wel. Helemaal, I don't know, 10 rubies for one piece. Ja, natuurlijk verkopen ze niet. Je bent ze aan het opvreten daar. Maar goed, dan hebben we dus zeg maar een magic bean en daar willen we er dus 4 van hebben. Dus we moeten dit een paar keer doen. Alleen, hier komt het probleem. Elke keer als je ze koopt, worden ze 10 duurder. Dus, hier, magic beans. Well, they're not that popular yet. Nee, dat komt omdat je ze op wat vreemd. En dan kosten ze 20 rubies. En als we het nou nog een keer doen... Dan zegt hij... Dit kan ik niet sneller laten skippen, helaas. They are getting to be quite... Ik ben de enigste die ze koopt. Nou kosten ze 30. Ja, heel erg leuk. Hou je mond. How about some magic beans? They're all the rage. Omdat je er 3 verkocht hebt. Nou ja, ik wil er zeg maar echt 4 hebben. Want er zijn 4 locaties waar ik deze echt moet planten. Dus echt heel erg belangrijk tot ik ze dus zeg maar wel heb. En tot ik ze kan planten.
Want als je ze plant, als je dan later zeg maar terugkomt in het verdere progres van het spel, dan zijn ze dus volgroeid en kunnen ze je naar plekken brengen waar we nou nog niet zouden kunnen komen. In ieder geval, deze kip, heel erg belangrijk. Neem die mee, ik spring hier overheen. Ik doe dat altijd met de kip, omdat ik dan weet dat ik die sprong kan halen zonder die kip. Nou, haal ik die sprong 9 van de 10 keer niet. En dan gaan we hier gewoon Zora's, de richting Zora's gaan we dan hier naartoe lopen. Daarboven zien we een Piece of Heart, die kunnen we op dit moment nog niet krijgen, dus daar hebben we heel erg weinig aan op het moment. Dus, niet doen! Nou, is hier beneden... Even kijken... Nou, is hier dus zeg maar ook een secret te doen. Dat is om precies te zijn. Hier is een andere manier om roepjes te krijgen. En 2 pieces of hearts. Het enige nadeel is, we hebben nog niet zeg maar de materialen om die te krijgen. Dus helaas hebben we er op dit moment nog heel erg weinig aan. Dus, ja. Welkom in Groot Waterland. Hij kwekt, hij kwabbelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij staat er heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spette Pieter Pater, krijg toch hier een kater, ik wil weer eens naar huis, ik kom een druppel later. Spette Pieter Pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis, ik kom een slingshot later. En het is nu weer hier dag, terwijl daar een golden scotula zat. Oké, sorry, ik zal ophouden zingen. Er zit daar dus een golden scotula die echt heel erg belangrijk is. Om die niet te vergeten. Nou, hij is niet echt heel erg belangrijk, maar het is wel grappig om die beesten zo te zien verschijnen in één keer. Het is toch wel heel erg vervelend zijn dat je die ladder aan het beklimmen bent, net op dat moment dat de muziek gaat veranderen. En tot dan daar in één keer de scotula zal zeggen. Zou vervelend zijn, laten we het daarop houden. Maar goed. Hier hebben we dus een gigantische waterval en daar hebben we dus zeg maar, als ik me niet vergis, hier een soort venstertje. En dan staat er check. Nou, ik wil checken. Check. Sleepless waterfall, the flow of this waterfall serves the king of Hyrule, when the king slumbers. So too, with these falls. Ja, whatever. Wat we hier moeten doen, is zoals gebruikelijk wat we ook bij de Gorons hebben moeten doen. Zelfde lullaby. En ja, daar staat achter ook nog een piece of heart die we nog niet kunnen krijgen. Jammer, hè? It's a full moon tonight! Wat eigenlijk heel grappig is, want het is hier altijd volle maan. Niet zoals in de windweker, daar heb je dan verschillende mannen mee. Maar niet uit. Als we dat gedaan hebben, komen we eindelijk in Zora's domein. Groot waterland. Nou zijn er hier een paar dingen die we dus zeg maar kunnen doen. Wat heel belangrijk is, wat een van die dingen is die we dus zeg maar willen doen. Er is hier een piece of heart te krijgen. Ja, ik wou weer piece of heart zeggen, maar ja, ik wil die grap niet te veel gebruiken natuurlijk. Dus er is hier één ding wat we zeker willen doen om die piece of heart te pakken te kunnen krijgen. En aangezien dat we al op 15 pieces zaten, als we er nog eentje hebben, krijgen we weer een extra heart container erbij. Op heart container, haha, joke in here. Dus dat is King Zora, die is heel erg langzaam, dus daar wil ik nog even niet mee clearen. Wat ik wil doen is, ik wil hier eventjes het stokje zeg maar even weer meenemen. En eventjes de Olympische Spelen weer eventjes gaan rennen. Of de Pokémon League. De Pokémon League, dat klinkt wel erg leuk. Lopen ze ook met z'n fakkel in de allereerste aflevering voor de mensen die dat weten, ik weet niet. Ik bedoel, als ik over Pokémon praat, dan heb ik echt zoiets van, ja, toen Pokémon nog Pokémon was... Klinkt heel erg fout, hè? Maar toen Pokémon, zeg maar, uitkwam... vergeet niet, ik was toen ook nog heel erg jong... toen Pokémon eigenlijk net begon. Dus, ja... op dat moment, toen keken wij de eerste serie... en, ja... het wordt eigenlijk, zeg maar... net zoals dat ze zeggen over generaties... van generatie 1, generatie 2... dat is eigenlijk ook een beetje met de volwassen mensen ook... van ja, dat is de eerste generatie, dat is de tweede generatie... dat is de derde generatie... Want ja, wij worden natuurlijk ook steeds ouder de deur... Maar goed, als we dit allemaal hebben aangestoken, hebben we hier een KZ. En er zit een piece of heart in! Yay! Nu hebben we 9 hard containers en dan ben ik een heel erg blij konijntje omdat we dus nou 9 hard containers hebben. Nu zit ik alleen met, volgens mij, een klein probleempje. Sowieso wil ik eerst eventjes iets doen. Wat eigenlijk best wel komisch is dit, hoor. Je hebt hier dus, zeg maar, vissen in het water... En als je daar dus zeg maar je empty bottle op gebruikt.
dan heb je een vis in een bottle. Die hebben we nodig voor later, maar er zit hier een shop. Echt, dit is gewoon belachelijk, jongens. Er zit hier een shop. En die shop verkoopt ze ook. Nou, die heeft er tenminste wel een beetje zin in. Rakam! En die verkoopt dus eigenlijk maar vis voor 200 roepies. Ik weet niet waarom dat ze dit in het spel hebben gegooid. Maar een vis is zo makkelijk te krijgen. De eerste keer toen ik het spel speelde, wist ik gelukkig van... Nou, weet je wat, waarom probeer ik niet gewoon een empty bottle erop af? Ik bedoel, shops gebruikte ik bijna niet. Maar ik weet zeker dat er mensen zijn die dus zeg maar hier naartoe zijn gegaan. 200 roepies hebben verzameld om zo dus zeg maar een vis te kunnen vangen. Omdat je die nodig had voor die grote vis. Spoilers. Voor later in de toekomst. Dus ja, eigenlijk vind ik dat best wel een beetje een troll move. Ik geloof dat ik iets van 20 roepies nodig had voor iets wat ik moet doen nou hier. Dus ik wil even dus... Ik weet dat er in een van deze potten tot daar dus zeg maar een blauwe roepie in zit. Zo niet, dan moet ik hier nou heel langzaam gaan lopen farmen waar ik geen zin in heb. Ja, yep, ik moet heel langzaam gaan farmen. Geef me even een seconde, jongens. Oh, daar zat wel een blauwe roepie in. Waarom heb ik die niet eerder? Maakt niet uit. Wat ik dus al zei is, het is dus belangrijk om hier 20 roepies te hebben. Omdat er is een minigame die we eigenlijk toch echt wel moeten gaan doen. En het kost wel 20 roepjes, maar deze is heel erg makkelijk. Dus dat is geen trial and error en alles. Dit is een soort van duikspelletje wat we moeten doen. Dus het is heel erg makkelijk om deze te doen. Ik zou niet weten waarom deze hem niet zou kunnen doen. Goed. Nou, wat heel erg belangrijk is dat we dus zeg maar hier met deze gast kan praten. Diving game. 20 roepjes. Wanna play? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Pick up all the rubies I throw from here. You have only a limited amount of time to pick them up. When you pick them all up, come back here. I'll give you something very nice. Okay, dus hij gooit eigenlijk het geld wat je dus zeg maar betaald hebt, gooit hij in het water met een extra blauwe roepie erbij, want het zijn er 5. En je hebt volgens mij 50 seconden om het te pakken. Yep, 50 seconden. Nou, je wil gewoon dus hier naar beneden toe duiken en dan wil je dus zeg maar die rubies pakken. Nou, met een beetje geluk pak je er al gelijk een paar op met de sprong. Volgens mij heb ik er 2 tegelijk. Oh, dit wordt een eitje. En dan wil je dus zeg maar gewoon een beetje je schaduw in de gaten houden. En wil je dus zeg maar zo rubies pakken. Je kunt diep genoeg duiken. Je zult hier absoluut geen items nodig hebben. Waardoor dat je diep in de deur kan duiken. Want het grappige is, als je dit eenmaal doet, hier binnen 18 seconden. Hey, congratulations. I have something very nice to you for you. Come and get it. Nou, dan moeten we weer helemaal naar boven klimmen. Wat leuk. Yay. Wat leuk. Ik vind het zo vervelend, hè, dat je dan echt eerst naar beneden... Hé, ik heb iets voor je. Hier, vangen. Nee hoor, ik moet eerst helemaal weer naar hem toe lopen. Daar heb ik zo geen zin in. Oké, Ik ga naar boven. Niemand komt daarheen. Ik ga alleen naar boven. Hardcore reference, ik weet het. Oké, Kingzor, daar praat ik sowieso dadelijk nog wel even mee, want ik wil weten wat zijn beef is. Want ja, we zoeken een spiritual stone en ik denk dat, ja, we hebben gras, we hebben vuur, dus ik denk dat de volgende water zou zijn. Dus, What a graceful dive. Now please, take this. This is a skill of our kind. With this, you can dive much deeper under the water. Yay! En we hebben dus de silver skill en dan kunnen we dus dieper duiken. Wat echt heel erg belangrijk is. Nou is het dus zeg maar één ding wat we dus zeg maar moeten gaan vinden. Maar dat vertel ik pas op het moment als we eventjes met King Zora hebben gepraat. En dat is natuurlijk de grootste Zora die hier rondloopt. Hallo. Oh my dear sweet princess Ruto. Where has she gone? I'm so worried. Okay. Dus die is worried over het zakkerijn dochter. Maar om daar dus zeg maar verder te komen. Wat we moeten doen is, we moeten eigenlijk naar Lake Hylia. Nou, Lake Hylia, dat is een enorm endlopen en zwemmen. Maar met die silver skill die we nou hebben te pakken gekregen, kunnen we hier duiken. En hebben we hier dus zeg maar een soort van deur hier aan de onderkant zitten. Als we daar naartoe gaan, krijgen we weer zo'n warp en komen we automatisch terecht... In Lake Hylia. En daar ligt ook iets gelijk hier, heel erg toepasselijk, op de bodem. What's that? Dat is een dinges. Nou, laten we maar even oppakken. Navi, wil je niet zo in de camera verzeven, alsjeblieft?
You got an empty bottle, put something inside and press something to you. Wacht eventjes, something is already inside. What could it be? Nou, laten we er heel even kijken, want er is hier sowieso één ding wat ik echt moet doen voordat ik dus zeg maar verder ga. Want dit vergeet ik altijd om eerst eigenlijk te doen, en dat is eigenlijk best wel vervelend. Geloof mij, maar dat is zo vervelend, dat wil je gewoon niet! Oké, nou, laten we eens eventjes kijken wat erin zit. We hebben een vis, we hebben een bakvis, we hebben dus... Oh, dat telt ook gelijk namelijk als je derde bottle, dus we hebben al 3 van de 4 bottles, dat gaat zeker goed. Oké, nou, laten we eens eventjes kijken wat erin zit. Huh? It looks like there's something already inside this bottle. It's a letter. Help me. I'm waiting for you inside Lord Jabba Jabba's belly. Voodoo. P.S. Don't tell my father. Oké, spannend. Laten we het maar aan de vader gaan vertellen. Maar eerst één heel belangrijk ding wat we hier moeten gaan doen in deze plek. Wat we hier moeten doen is bij dat huis. Daar zie je dus zeg maar een ladder lopen. En daarbovenop die schoorsteen, daar zit een piece of heart. Er zijn 3 verschillende manieren om die piece of heart pakken te krijgen. 1 is, ga hier naartoe. Sorry voor die knip, jongens. Dat was echt even... Nee, ik wil nog niet zeven. De eerste wat we willen doen, of de eerste manier om dit te kunnen doen, is om hier zo'n magic bean te planten. De tweede manier is om een wapen te gebruiken, zeg maar, genaamd een hookshot, om daar op het dak te komen. Of nee, niet op het dak te komen, om daar dus zeg maar een scarecrow op te roepen om op het dak te komen. En de derde manier is... Er zijn maar 2 manieren. Deze manier raad ik aan, omdat dat zorgt ook nog eens een keer voor een hele grote voordeel, zeg maar, die je kan krijgen... In het begin van het tweede gebied van het spel. Ja, er is hier een tweede gebied in. Dus voor de meeste Zelda-spelers, die weten ondertussen wel waar dat ik over praat. Voor de mensen die het niet weten, wil ik het toch heel even uitleggen. Sinds, ik denk, Link's Awakening, die had het eigenlijk al, zeg maar, dat was met 8. Dat je dus, zeg maar, 8 dungeons had. Maar sinds Link to the Past... hebben ze heel erg vaak, zeg maar, dat je bij de Legend of Zelda games 3 voorwerpen moet verzamelen voordat je dus, zeg maar, naar het tweede gebied van het spel komt. In A Link to the Past bijvoorbeeld, die ik ook nog een keer wil let's playen. In A Link to the Past is het dus, zeg maar, op het moment dat jij, dan heb je 3 stenen die je ook weer moet verzamelen. En dan kun je de Master Sword vinden. Wacht even, dat is wel eigenlijk heel erg hetzelfde als hier, denk ik. Zo als ik erover nadenk. Spoilers! Met Twilight Princess heb je 3 andere dingen die je moest vinden. Het is altijd iets met 3. Maar goed, in ieder geval. Hier hebben we dus, zeg maar, King Zora. Ik heb een brief gevonden van je dochter. En ik mag het niet vertellen. Maar ik doe het lekker toch. Oh, this letter. It's from Princess Rudo. Let's see. She's inside Lord Jabba Jabba? That's not possible! Our guardian god, Lord Jabba Jabba, would never eat my dear Princess Rudo! That's preposterous! But then again, since that stranger Ganondorf came here, Lord Jabba Jabba has been a little green about the girls. The evidence seems clear. Objection! Sorry, verkeerd spel. Sorry, Leroy. Dat is jouw afdeling. Of course, you'll go and find Rudo. You can pass through here into the altar of Lord Jabba Jabba. I'll keep this letter, you'll keep the bottle. It was in. Yeah, it's a very good bottle. Take it respectfully. Please find my dear Princess Rudo immediately. Zora. Please find my dear Princess Rudo immediately, Zora. Waarom zet je nou in één keer Zora op het eind? It's because I'm a freaking Zora, you moron. Oh ja, en dit duurt natuurlijk... Yeah, I'm sorry, I had a turkey sandwich this day and I actually ate some delicious fish. And that way I actually am too lazy to stand up. So yeah, this actually can take a small while. Wimp. 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 Dit duurt zo lang, echt. Er zijn zoveel grappen gemaakt over deze scène gewoon echt. 16,5 uur later. Dat soort geintjes bijvoorbeeld. Ik bedoel, waarom moet ik wachten tot deze cutscene zo voorbij is? Waarom moet dit zo lang duren?
Waarom springt hij gewoon niet in het water en verzuipt... Oh nee, wacht, het is een Zora. Zora's kunnen niet verzuipen. Nee. Dus, nou ja, als hij dus eindelijk aan de kant is, dan kunnen we dus zeg maar hier omhoog lopen. Oh, good luck there, pal. Ja, hartstikke graag gedaan, gast. Was leuk. Bedankt voor het, ja, wachten. Duurt niet zo lang, maar het valt wel mee. En dan komen we dus zeg maar hier achter Zora's domein bij Zora's fountain. And that's a big fish! Waar ik al spoilers over gaf. Mijn excuus nogmaals daarvoor. Oh, hiccups. Wat we hier moeten doen is, voordat wij hier naartoe gaan, is er één ding wat ik eventjes wil gaan halen. Normaal gesproken zou je gelijk denken van, hey big fish, la 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 la, die ik eigenlijk hebben. Ik zit nou heel erg vast met die stem, ik weet niet waarom, maar... I'm King Zora, you shut up and don't use my voice all the time, Zorlot player, CP, whatever your name is. Zelfs in gedachten is King Ruto dus nog, of King Ruto. Zijn dochter heet Ruto, het is niet King Ruto. Oh, echt faal, faal, faal. Goed, we willen naar dat hoekje toe zwemmen. Op dat plekje daar, daar is zeg maar iets heel erg handigs te halen. Nou, echt handig, handig. Ik vind het op zich wel handig. Maar, ik zal het heel weinig gebruiken, laat ik het zo zeggen. Maar het zit erin en het is 100% run, dus we gaan voor alle items. Dus ook dit item. En volgens mij zit hier ook een golden skull in verborgen. Weet ik niet zeker. Juist. Ik hou ervan als ik golden skulls vind. Ik bedoel, maakt mijn leven zoveel makkelijker door. Oh, en dit hier trouwens is zo leuk verborgen. Er staat hier, zoals je ziet, helemaal niks. En deze stenen, die kun je grabben, maar ja, die, ja, dan krijg je rugpijn, dat wil je gewoon niet. Dus, maar je zou ze niet op kunnen blazen met een bom. Ik ben hier achtergekomen omdat ik dus deze stenen op probeerde te blazen met een bom. Voornamelijk deze hier, omdat hij een andere kleur had. En toen gebeurde er dit. Je, dit is de enigste muur waarvan ik vind dat je dus niet kan zien tot de muur bombenbol is. Dat is echt, ach ja. Maar goed, we hebben hier dus nog een Great Fairy Fountain. En natuurlijk gaan we dus weer onze ogen dichtknijpen. En de tekst snel voorbij scrollen. Remix. Oh. Welcome, Zapy! I am the Great Fairy of Magic! I will give you a magic spell! Please take it! Sorry. Ik heb echt gewoon een hekel aan die Great Fairies in dit spel. Ah, hey, oké. We hebben Feroz Wind! Yay! This warp magic you use with something you warp into danger. You will teleport to the warp point. Wat dit eigenlijk doet, op het moment dat je in een dungeon bent of in een, ja, alleen in een dungeon waar een map zeg maar zit, kun je dit item gebruiken. En wat het doet is, het creëert zeg maar een warp point. Mocht je dus ergens snel terug naartoe willen of val je ergens naartoe en ja, moet je daar dus zeg maar weer naartoe komen, dan kun je dat ding dus gebruiken. Remember, you can use Feroz Wind only in dungeons that have a dungeon map inside, okay? Dat heb ik net uitgelegd. Donder op. My middle is made, are you wary? Please come back to visit me. Nooit. Ugh, katerment, 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 katerment. Maar goed, nadat we dat eindelijk gedaan hebben, is het dus zeg maar tijd om naar de volgende dungeon toe te gaan. Dus laten we dat maar gaan doen. Nou ja, eigenlijk laten we dat maar gewoon doen. Laten we doen, ja, gaan we doen, 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 gaan we doen. Dus gaan we weer zwemmen onder deze, over deze gigantische bakvis. En de brief zegt dus tot, zeg maar, Prinses Ruto, de Snobby, Snol, tot die dus, zeg maar, hier in Lord Jabu Jabu zit. Hoe moeten wij haar eruit krijgen? Moet ik die vis gewoon gaan steken met mijn botermesje? Haha, botermesje. Haha, botermesje. Ik bedoel serieus, als je dat Kokiri zwaard ziet, dat is toch gewoon een botermesje? Kom op, zeg.
vind het knap dat we met... Ik denk dat in RPG-spellen het gewoon een dagger wordt genoemd. Dat het zo klein is dat mensen die dingen gewoon gooien in die spel. Net zoals in Medieval, die let's play die ik heb gehad. Dat je dit soort dingen gewoon eigenlijk gooit, omdat het komt mop zeg. Maar je kijkt hoe klein dat ding is! Oké, Bakvis. Zou je zo vriendelijk willen zijn om heel eventjes te kotsen en die prinses heel eventjes... Nee? Hey, misschien een bochtje. Don't disturb Lord Jabu Jabu. King Zora de 16. Ja, dat is 16. Dat weet ik zeker. Ik weet zeker dat is 16. Oké, nou. Hoi. Wil jij misschien een visje? Een visje. Wil je misschien een visje? Kijk eens, voor jou. Een vis die een vis heet. Kijk eens, hier, een vis. Ja, die is voor jou. Ben jij nou een Kirby-vis? Nee! Great. Nou zitten wij in een vis. Maar dat bewaar ik voor de volgende aflevering. Dus heb je een leukste momentje? Laat dan natuurlijk zeker weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen te zien. Want dan gaan we beginnen met deze derde dungeon. Aan de binnenkant van een vis. Waarom ook niet? Ik dank jullie voor het kijken. En tot morgen. En hopelijk hebben jullie een leuke 1 april. Laat ook even weten of je een leuke 1 april hebt gehad. Ben ik wel nieuwsgierig naar. Als je daar de tijd voor hebt natuurlijk. Oké, dankjewel. Doei!